rode paksoi gaan we zaaien. En dat doen we buiten op rijtjes. En die rijtjes die trekken we in de grond met de achterkant van de hark of de schoffel. Nou, zo doet bijna iedereen dat. En we doen 3 rijtjes, omdat we nog veel meer moeten doen. Maar als je 10 rijtjes wil doen, dan doe je natuurlijk 10 rijtjes. Er zit genoeg zaad in het pakje. Even kijken. Er zitten 200 zaad in, dus. Zo. Maar nu doen we een trucje wat andere mensen niet doen. De meeste niet, tenminste. En dan doen we een beetje zaaigrond in die voortjes. En dat zorgt ervoor. En dat zorgt ervoor dat die zaden veel beter kiemen dan in die droge tuingrond. Dat is logisch. Een beetje aandrukken. Zo, de zaden gaan erin. Niet te dik zaaien. Iedere 2-3 centimeter laat je een zaadje vallen. Die kiemen niet allemaal. En straks gaan we nog wat dunnen natuurlijk. Je weet niet wat erop komt. Zo, na het zaaien dan strooien we het licht af. Niet meer dan 1/2 centimeter van die potgrond erop. Nu nog even aandrukken met het plankje. Zodat die zaden goed vast liggen in die 2 laagjes zaaigrond. Of potgrond, wat je ook maar gebruikt hebt. En dan komt de belangrijkste, goed nat maken. Zo, goed nat maken. Even eroverheen. Nog een keertje. Nog een keertje en dan weer bij het begin beginnen. Dat een paar keer. Niet te veel dat de boel wegspoelt. Maar wel zorgen dat het goed nat is met het droge weer. Zo alles verdroogt. En dit moet je wel elke dag blijven doen. Misschien wel 2 keer per dag. Tot de plantjes erboven staan. Rijp genoeg om te oogsten. Dus dat gaan we nu doen. Het gaat natuurlijk voor een groot deel ook om de stelen. Nou, mooie oogst. Dat kan nu bereid worden. Lekker vers.